hier. Nou ja, wie blijft er altijd? De mol. De mol. Die hoeft nooit naar huis. huis Dankjewel, nee. Sim, Ja, precies. <laughs> ja, we vullen elkaar goed aan, hè. Dit is Tunnelvisie. De podcast. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Tunnelvisie, de podcast waarin wij aflevering 6 van Wie is de Mol seizoen 21 gaan doornemen. En we, dat zijn Cornee, Siem en ik. En ik ben Sam. Hartelijk welkom weer, mannen. Ja, hallo. We hebben er hallo. weer zin in. Yes. Kijk, zo is dat. Ja, uh, aflevering 6. We gaan er gewoon lekker meteen induiken. Aflevering 6, die heette Weg Stoppen. Nou, inmiddels weten we dat Cornee als de beste op de afleveringstitels let. Ja. Cornee. wat heb jij over de afleveringstitel? Heb je daar iets over? Nou, ik, ik zag hem inderdaad in beeld verschijnen. Dus dat vond ik al heel knap van mezelf. Dus ik dacht, van, ja, nou moet ik op gaan letten... waar wegstoppen ergens mee te maken kan hebben. Ja, precies. Het enige wat ik had bedacht... is dat uh, René als enige in één kamer werd weggestopt. En dat de rest allemaal bij elkaar sliep. Oh, ja. zo had ik er nog niet over nagedacht. Nee, dat dacht en wat dan. had jij er gevonden dan, Sam? Nou, um, René... Die heeft het weggaan gestopt. Die heeft het weg. Ja. Gestopt. Dus uh, ze heeft het weggestopt. Het klinkt heel stom als je het zo uh, 20, 30, nee. 40 keer nee. achter elkaar zegt. Maar <laughs> zij heeft er dus voor gezorgd. Uh, omdat zij twee andere kandidaten mochten aanwijzen. die ook hun scherm niet hoefden te zien. dat die niet weg hoefden. Dus weg, oh, spatie, ja. stoppen. Stoppen. Ja, maar, uh, ja en wat ik nou zelf. Graag? Ja, het was aan elkaar inderdaad. Ja, absoluut. absoluut. Maar dat, dat maakt verder niet echt uit. Wat ik ook... Uh, dat maakt voor ook... mij René nog niet uit, nee. Nee, precies. <laughs> maar inderdaad met dat wegstoppen... tijdens die eerste opdracht, die brievenbus... wie stopte er echt langs de weg? Dat waren Marije en Splinter. Ja. Dat vond ja. ik ook wel een leuke. De beste verklaring van de titel van deze aflevering... Uh, vond ik van Mitch Molkomen van wieisdemol.com. Die, die zegt namelijk... de aflevering heet dus Wegstoppen. En hij zegt... Splinter schoor zich, wegstoppels. Ja, <laughs> ja. Ja. <laughs> ja en ook dat Charlotte zegt van dat ze haar vragenlijst heeft weggemoffeld. Sowieso een aparte ja. woordkeuze natuurlijk. Dat is ja. ook wegstoppen, maar moffel. Moffel en ja. piertje. Ja, ja. ja maar wegmoffel is toen niet zo heel raar hoor. Nee, dat is... Nou maar, ja, ik nou nou gebruik Kone, het niet, maar dat Kone, is een generatie een, dingetje. Ja, ja, ja. dat denk ik. Wij, wij moffelden vroeger heel wat weg. Ja, wij, wij zeggen gewoon: het is Loesoe. Nee hoor. Het was in het jaar 1984 dat de pot werd weggemoffeld. Ja, precies. Inderdaad. Opdracht 1, brievenbus. Sim, vertel ons meer. Ja, wat natuurlijk opvallend was bij brievenbus, is dat je Splinter meteen hebt van: uh, nou, ik wil niet als eerste hoor. En hij gaat uiteindelijk voor die joker bij die tweede halte, maar liegt daar vervolgens over tegen de groep. Om vervolgens te zeggen: Ja, het was geen leugen, ik kan niet liegen. En dat is natuurlijk stap één voor leugenaars: zeggen dat je niet kan liegen. Juist. Dus dat vond ik een vrij opvallende keuze. En wat er natuurlijk bij komt, is dat Marije vervolgens kan zien wie er heeft gelogen. Ja. Dus het maakt in dat opzicht niet uit. Maar de mol, die weet natuurlijk dat dat gaat gebeuren. Dus wat ik dacht: meteen omgekeerde psychologie, die gaat juist <laughs> wel liegen, want die weet dat de kandidaten weten dat de mol dat weet. De... Snap je het nog? Uh, wat? Ja. ja, nee, ik snap je <laughs> wel. Ik snap je wel. Ja. Nee, dus ik denk dat de mol hier gewoon kan liegen... want dan is hij juist niet verdacht. Nou, wat Precies. natuurlijk opvallend is... is dat Marije de informatie op, dat, op die brief wel deelt met iedereen. Mm -hmm. Dan zou je denken, als je kandidaat bent... dan zou je dat in principe voor jezelf houden. Als mol is het misschien handig om zo verwarring te zaaien. Maar wat ook gek is, is dat ze dus met die brief terugging in het busje en dat kostte maar liefst 350 euro uit de pot terwijl het eigenlijk nergens voor nodig was. Nee. En die halte daarna stapt ze weer uit, waardoor er vervolgens weer 250 euro uit de pot komt. En dan was er nog een opvallende... Een, uh, sorry. Dan was er nog een uh, leuke invalshoek, namelijk dat er maar één kandidaat per halte mag uitstappen en er dus ook de keuze was om niet uit te stappen. Wat ja, denken jullie daarover? inderdaad. Nou, ik heb daar een heel belangrijk dingetje over eigenlijk. Of ja, vind ik dan. Bij halte 4 stapt uh, Charlotte uit. Ja. Daar staat op dat bord... als iemand uitstapt bij halte 9... kost dat 250 euro. Die kandidaat krijgt één joker... maar jij mag het niet zijn. Stap terug in de bus. Dus ze krijgt daar niet een keuze... maar ze krijgt daar informatie. Ja. Dan besluit ze om gewoon geen reet te zeggen... over halte 9... Dat dat 250 euro kost. als daar überhaupt iemand gaat uitstappen. En ik denk dat ze dat niet zegt, omdat ze wil weten. wie gaat er bij halte 9 uitstappen? Ja, en dat is hele goede. Dat is, goeie. Dat is uh, mijn molletje René, die stapt bij halte 9 uit. Dus ja. Heel veel mensen vinden het verdacht dat Charlotte dat wegmoffelt. En dat ze dat dus niet zegt. <laughs> uh, dat uh, als iemand bij Halte 9 uitstapt, dat dat 250 kost. Ik denk dat dat wederom gewoon weer Charlotte is die of zichzelf heel erg verdacht wil maken. Wederom. Of die gewoon haar molle aan het checken is. Ja, en het leuke is dat Marije bijvoorbeeld nu ook heel erg verdacht is. Doordat ze zoveel geld uit de pot haalt. Maar de mol hi hoeft hier dus niet per se te mollen door. Uh, ergens uit te stappen. Die kan dus ook gewoon zorgen dat andere mensen gaan uitstappen. En dus verswijgen dat er niet per se iemand hoeft uit te stappen. En ja. dan is het heel opvallend dat René vrij in het begin van de opdracht zegt: als ze dat bordje hebben gelezen, ah oké, okay, dus niemand mag twee keer uitstappen. En ja. eigenlijk doordat zij dat zegt, komt eigenlijk bij niemand het besef van: oh, er mag ook niemand uitstappen. Nee, dus dat nee. vond ik een heel opvallende. Ja, van René. Ja, maar als je in zo'n opdracht zit. Uh, zou je er dan als ook als kandidaat voor kiezen? Van, nou, nee, nou, stap ik niet uit. Ik denk dat je toch altijd wel uit wil stappen. Ja, weet ja. ik niet. Als Charlotte bijvoorbeeld die informatie gedeeld had, dan was er daar sowieso niemand uitgestapt. Nou ja, iemand die ik ook dus redelijk verdenk is Rocky. Dat zijn dus mijn twee verdachten al een paar afleveringen lang. Rocky slash René. Um, en Rocky. Die stapt bij deze opdracht alleen maar bij halte 2 uit. En voor de rest doet ze helemaal nee. niks. Nee. En dat vond ik toch wel heel erg onmols. Om, om gewoon in het begin één keer uit te stappen. Bij halte 2. Uh, en vervolgens. Nou, dat was het. Ja, en dat is dus het gekke. Dat ze hier totaal niet als mol naar boven komt. Want nee. dan zou je wellicht kunnen denken dat ze buiten de montage om in de bus. Dus. Heeft de bepaalde dingen heeft gezegd om kandidaten te motiveren ergens uit te stappen, of informatie verzwegen heeft? Want bijvoorbeeld, de volgende opdracht is Rocky juist weer ontzettend mols. Ja, ja zeker waar. Ja. Ja. ja, en het is heel apart dat Marije twee keer achter elkaar uitstapt bij halte 6 en ja. bij halte 7. Ja. En dan staat er bij halte 7 ook nog eens uh, op dat bord: Jij blijft hier. Dus dat staat, dus, en daarvan is dan weer de mogelijke hint naar Marije zou dan zijn. Waarom staat er op dat bocht niet, jij moet hier blijven staan? Of uh, helaas, ja. jij, jij moet. Nee, daar staat, jij blijft hier. Nou ja, wie blijft er altijd? De mol. De mol. Die hoeft nooit naar huis. huis. Dank je wel, Sien. Ja, precies. <laughs> <laughs> ja, we vullen elkaar goed aan, hè? <laughs> maar er is ook niet uh, een duidelijk uh, in, de, in de aflevering naar voren gekomen: wie dan zeg maar daarna um, uit de bus zou gaan stappen. In het begin werd nee. gezegd, dan gaat die, dan gaat die, dan gaat die. Maar na Marije, die, die halte daarna, dat zij dus weer uitstapt. Je hebt helemaal niet gehoord van, ja, hoe, hoe is dat, is dat besloten? Nee. Van dan gaat die en dan gaat die. Nee, het is Rocky, Splinter, Charlotte, René, Marije. Dat is de volgorde. Dus halte 2, 3, 4, 5, 6. Nou, dat is logisch, want dan is iedereen <laughs> één keer geweest. Dan gaat meteen nog een keer Marije. Ik denk gewoon omdat ze zich zo <laughs> genaaid voelde door de groep. Dat ze dacht, en eh, nou ga ik jullie fucking. Ik stap gewoon lekker nog een keer uit. <laughs> Toen kwam Splinter nog een keer. Dus toen dacht ik, waarom gaat Splinter hier? Waarom gaat Rocky niet dan bijvoorbeeld nog een keer? Want die is als mm -hmm. eerste gegaan. Uh, dan gaat René. Terwijl ik denk, ja, maar die is ook net voor de twee keer van Marije geweest. Waarom gaat Rocky daar dan of Charlotte daar niet? En, en dan gaat bij tien 10 stapt Charlotte uit. Nou ja, ik zou als de mol zijn er bij halte 10 sowieso niet uitstappen. Want dat, ja, het is gewoon. Gewoon simpel gaat pakken. Kijk, de, de mol wil geen geld in, de, in, de, in, in het spel brengen, nee. in de pot brengen. Um, maar als hij dus bij 10 uitstapt, brengt hij sowieso 250 euro in de pot. Dus ja, maar dat doet, iedereen, dat doet iedereen die dan nog in de bus zit, hè? Ja, ja iedereen die in de bus zit, leeft dus 250 euro op. Juist. Dus zou je logisch gezien zeggen: van nou, dan moet de mol dus niet daaruit zijn gestapt. Dus dan, dan blijven er eigenlijk maar twee over, toch? Ja, en dat zijn splinter en marijen. Ja. Weggestopt. <middels> <laughs> ik wil niet dat Splinter of Marije het is. Nou, ik, wil, ik denk niet dat Marije het is, maar Splinter heb ik echt nog wel een beetje in mijn achterhoofd hoor. Ja, het zou. Ja, het, ik, het, het, ook. Ja, Marije was ja, echt mijn hoofdverdachte, maar na de test en de, de opdracht ontsnappen, is die echt redelijk afgevallen van mijn mollijstje. Opdracht 2 gaan we dan mee door. Ontsnappen. Nou, wat een, wat een speciale titel, manieus. Dan dacht, dacht ik echt, nou, is dit nou het beste wat jullie konden verzinnen? Na al die speciale titels, maar fijn. Ja, maar misschien daarom juist. Ja. Want je kan ontsnappen. Je kan natuurlijk gewoon denken, ja, logisch, ontsnappen. Maar je kan het ook net iets anders je kunt, opvatten. Je namelijk... kunt iets snappen of je kunt iets ontsnappen. Ja, snappen. precies. En wie snapte er echt geen bal van deze opdracht? Ja, dat is Marije. Ja. 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 Uh, ja. Nou, opdracht. snappen, snappen. Het was gewoon heel lastig. Ja, oké. Okay. Uh, maar ook, ook zo. Waar ging ook. de opdracht over? Nou, ga ik je nu vertellen. Eigenlijk uh, is het relatief simpel bij deze opdracht. Eigenlijk is helemaal niks van belang tot aan het punt dat ze moeten gaan ontsnappen en dat ze met ofwel vier ofwel vijf zouden gaan ontsnappen. Want de mol weet, als er geen vijf ontsnappen, dus als we met z'n drie of met z'n vier ontsnappen, dan wordt er sowieso niks verdiend, ongeacht of we geld hebben gevonden of niet. Ongeacht ja. of we binnen de tijd buiten komen, als er dan nog één iemand niet binnenkomt, dan is er niks verdiend. Dus dit was weer zo'n alles-of-niks opdracht, die ik persoonlijk altijd heel irritant vind. Want we kunnen er altijd zo weinig uithalen. Wat is dan heel erg verdacht? Dan zijn er een paar dingen die vallen op. Uh, Rocky, die schreeuwt bijna naar de andere drie die dan al uh, vrij zijn. Jongens, we moeten er nu uit. We hebben nu nog 30 seconden. We moeten nu. Nou, die doen dat uiteindelijk. René, die blijft ontzettend lang staan twijfelen bij de knop. Kunnen we al? Zei er iemand iets? Hè? Ik hoor heel slecht. Wat zeggen jullie? Wat? Nou, die gaat dan uiteindelijk nog net binnen de tijd ook naar buiten. Splinter, ja, die pakt 750 euro. Maar die roept tegen de groep dat hij maar 250 heeft. Dus dat er ergens anders nog geld moet liggen. Waardoor die de boel heel erg vertraagt. Waardoor je kunt zeggen, nou, die komen dus nooit op tijd vrij. Of. Hij leidt daar de aandacht af van het mogelijk vrijmaken van Marije. Nou, je kunt ook nog zeggen: Marije is de enige die in er eentje in een gedeelte zit opgesloten. Splinter had twee sleutels op een bepaald moment. Eentje daarvan die heeft hij gebruikt, en de andere weten we niet wat daarmee gebeurd is. Misschien wordt er dan op, hè, op internet gezegd: misschien was dat dan ook wel de sleutel die bij Marije op de poort had gemoeten. Toen dacht ik: nee. Want die sleutel, die probeerden ze daar te hengelen. Dus ja, die sleutel was niet ergens anders voor, neem ik aan. En toen was het stil? Ja, toen was het stil. Want, ja. dus, dus wat is hier het meest verdacht? Het meest verdacht is of heel erg de boel vertragen... wat Splinter toch echt wel een beetje deed op een bepaald moment. Of op een gegeven moment, als de tijd uh, begint te dringen... en de zoomer gaat af, om ervoor te zorgen... Dat je als een gek ontsnapt met één kandidaat die daar nog zit. Of twee misschien wel. Ja. Nou, dat deed Rocky dan weer heel erg. Ja, en het is natuurlijk ook verdacht dat hij niet vrij komt. Ja, dat is verdacht. Uh, omdat dat ik, ik rock, ook vond... Yeah. Ze, ze had een behoorlijk lang touw. Ik zag niet hoe lang het nou precies was. Ik dacht, pak nou gewoon alle twee de uiteindes van dat touw. En gooi het dan als één megagrote lasso om al die paaltjes heen. En trek al die paaltjes naar je toe. Of... Als Splinter snugger had geweest en er had überhaupt iemand naar Marije geluisterd. dan had Splinter die langste stok, die gele stok die hij bij die vorige opdracht gebruikte. die had hij gewoon even naar Marije gebracht. en dan had Marije daarmee gewoon een paar keer tegen die paal aangetikt. had ze die sleutel naar zich toe geschoven en dan was het ook klaar geweest. Wat ik in deze opdracht wel apart vond. is dat, dat uh, Marije zeg maar. in haar eentje dingetjes moest doen. de rest was, was volgens mij allemaal in, uh, in, in duootjes. Nou ja, René en Rocky waren niet in een duo. Die waren die begonnen ook alleen. Alleen uh, oh, ja, ja, ja. de seconde dat Rocky vrij was, alles. ja, de seconde dat Rocky vrij was, heeft ze meteen René vrijgemaakt. Ja, ja. ja wat ik zelf heel gek vond bij Marije. Ik... Ik kreeg ook een best wel hoog irritatieleveltje van hand, maar ja. ik kreeg een beetje Milouska-meulensvijp. En ik zag het helemaal voor me, hoe dan bij die laatste aflevering, hoe we dan zien dat Marije tegen de camera aan het praten is: van ja, het lukt me niet. Ja, het lukt me niet. Dat ja. ze gewoon heel opvallend aan het mollen is. Rocky vond ik daarentegen natuurlijk super opvallend. Inderdaad, met dat ze echt de, de, aan het pushen was: van we moeten hier weg, snel opschieten. Ze was echt aan het schreeuwen gewoon. Ja. En wat ik ook heel opvallend vond, is dat ze toen riep van, ja, iedereen moet nu, nu een knop indrukken. En het was toevallig zo dat bij Marije in, die, in dat gevangenis gebeuren, dat ze daar een knop had. Maar hoe wist Rocky dan dat Marije niet nodig was voor die knoppen? Dat vond ik dan ook wel weer gek. Ja. En wat ik heel erg kandidaat vond, is dat Splinter uh, nog riep van, ja, maar we missen Marije nog. En die liep toen nog naar Marije toe. Kan dan zijn om toch nog een beetje vertrouwen te winnen. Maar ik vond het wel echt een kandidatenactie, eigenlijk. Ja, daar ben ik wel met je eens. Uh, wat het ook zou kunnen zijn, is dat Splinter daar denkt. we hebben nog maar 10 seconden van die 30 Precies, seconden. Als ja. ik nou ga roepen dat we Marije nog nodig hebben, dan gaat iedereen terug naar binnen. En is het sowieso mislukt. Nou ja, wat ik wel, wel nog over Marije wou zeggen. Die heeft natuurlijk. Um, wat dat betreft, volgens mij een van de. de, de de opdracht waar je de minste kans hebt. Kijk, met zo'n stok is het altijd wel te doen om een sleutel te pakken. Maar bij haar is het echt gewoon ook een kwestie van geluk hebben. Je moet maar net geluk hebben dat je ja, een goede lampje hebt. Of Corné, zo'n postzak, die tikt ze dan in één keer. Op een perfecte manier tikt ze die van, van, van zo'n zo paal en een rijden de trein af. Maar. Ik had ze de dag gewoon even. Ja, dag. <lacht> 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 nee, dat ga je mij gewoon niet vertellen. Dat ze dat perfect doet en dat ze dit dan. Uh... Ja, nee, dat was, alles, dat was alles wat ik heb over, um, over opdracht 2. Ik vond het een super warrige opdracht. Ik vond het wel een leuke opdracht om te zien. Maar hij was gewoon heel warrig. En um, uh, ja, zoals ik net zei, iedereen. Uh, zou hier gewoon wel een, een ik-ben-de-mol-puntje kunnen verdienen, zeg maar. Op een, op ja. een ander niveau. Charlotte die, die, die doet alsof ze uh, uh, een kabouter is van 1,30 meter. En uh, oh ja, oh nee, ik kan daar niet bij. Oh, oh, hangt er een sleutel aan het plafond? Terwijl ze al lang naar dat plafond had gekeken. Nou, ja. Splinter die de boel aan het vertragen is. Rocky die wil dat, uh, dat er vier mensen als een speer naar buiten komen. Terwijl er eigenlijk vijf moeten zijn. Ja, dat is nee. het, dus het grootste, grootste molpunt eigenlijk. Ja. Hè? Ja, toch? Ja. ja, René die staat daar extreem te treuzelen op het einde. En dan heb je nog Marije. Ja, Marije is Marije en Marije komt niet vrij. Ja, ja. dus in principe. Ja, ik, ik heb als kijker aan deze opdracht niet heel veel. Maar ja, wat jij zei, Siem... daar moet ik me toch wel een beetje bij aansluiten. Dat ik een beetje bang ben dat we straks uh, bij de molacties van wellicht dus Marije inderdaad hier een heel uitgebreid. Uh, uh, verhaal bij krijgen. Ja. Dan opdracht 3 onder druk zetten. Corné, vertel ons meer. Ja, dit was een opdracht met schakelaartjes. Oh, en oh, oh. Uh, de kandidaat moest allemaal door een parcours gaan rennen en moesten ze schakelaartjes omzetten. En als er drie schakelaartjes van, jou, van jouw naam waren omgezet, dan lag je uit het spel. Uh, een belangrijk dingetje was dat degene die als laatste overbleef en die dus ook minimaal 500 euro uh, had. Als ze minimaal 500 euro hadden opgeleverd, dan hoefden zij haar scherm niet te zien bij de executie. En twee anderen ook niet. Nou ja, je ziet dus de kandidaten allemaal rennen, rennen, rennen en uh, schakelaars omzetten. Um, ze hadden ook codes van voor en van achter. Die code konden, kon, uh, als ze een code hadden ontdekt, konden ze die op een laptop invullen... En dan lag een kandidaat gelijk uit het spel. Uh, de eerste afvaller was Marije. De tweede was Charlotte. De derde, Rocky. De vierde, Splinter. En als laatste bleef René over. En die hoette dus uh, uiteindelijk haar scherm niet te zien. Um, wat mij opviel is dat er bij de codes die de, die de kandidaten op hun borst en op hun rug hadden, dat daar spaties tussen zaten. Nou kon mm -hmm. ik daar niet echt iets uithalen. Maar nou schijnen er. Ja, Toch wel wat theorietjes hier en daar rondgaan. Dat er een. Um, ja, dan moet ik even zien. Jij had iets gehoord over, over de datum van Rocky, de geboortedatum van Rocky? Ja, die is 28.02.1984. En het gekke is dus dat als je die getallen afgezonderd van een spatie, dus 19 neemt, 0, 82, 28 en 4, kan je daar dus die geboortedatum mee vormen. Beetje ver gezocht, maar wel leuk. Ja, ja, De ja. vergezochte hint van deze week komt van Shimi, dank u wel. Ik heb hem niet zelf bedacht. hoor. Nee, dat blijf je herhalen iedere week. Ja, ja precies. Ja. Ja. En ja, ik moet het toch even zeggen. Simus is gewoon een doorgeefluik. Ja. En dit was niet het niveau van een omgekeerd ijsje. Het was wel van een ander niveau, maar toch. Ja, ja. ja. Nee, maar ja, goed. Die spaties ik, die stoppen ze er niet zomaar in, natuurlijk. Nee, dus er moet vet. wel iets, iets mee zijn. Ja, en als je kijkt naar al die, uh, naar al die cijfers op de voor- en op de, op de achterkant, dan komen alle cijfers komen een keer voor. Dus de 0 komt een keer voor, de 1 komt een keer voor, de 2 komt een keer voor, 9, 8, 7, etc. Behalve de 3. Die komt mm -hmm. dus niet voor. Dus dan zou je kunnen zeggen: die 3 is belangrijk. En we hebben ook al een keer tot 3 tellen gehaald. Oh, nou, inderdaad, ja. Uh, René staat in het midden van de namen, op plaats 3 van al die switches. Uh, bij elk switchboard staat zij in het midden. En ze staat uh, als derde. Van links of van rechts, dat maakt dus niet uit, staat ze op de groepsfoto van deze aflevering. Maar dus, ja. Ja. Nou, wat denken jullie? Ik ben, zo, u, zo... ik ben nu heel erg diep aan het tunnelen naar René, natuurlijk. Maar, ja, 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 ik ook al al weken lang. Maar wat denken jullie? Zou de mol hier de macht willen hebben van ik wil uh, bepalen wie er zijn scherm die krijgt te zien? Ideaal gezien wil de mol dat uh, hebben, die macht. Uh, en dat is niet per se voor zichzelf, maar dat is meer om de productie uh, te helpen daarbij. En mm -hmm. het is in het verleden gewoon heel vaak gebleken dat het gewoon zo werkt. Uh, we, ja. kunnen, we kunnen uit volgorders kunnen we heel, veel, heel veel afhalen. Hè? Als hoeveelste kwam de mol bij, uh, bij Rick bij een bepaalde opdracht. Nou, we zijn er in ieder geval achtergekomen uh, dat bij het bieden... dat René als laatste in ieder geval bij Rick kwam, aanvankelijk. Uh, ja. Vanwege de schaduwen op de muur. Uh, met daarbij dus de vraag, zou er iemand dan daarna nog een keer teruggehaald zijn? Dat weten we dus niet helemaal zeker. Maar René kwam in ieder geval aanvankelijk als laatste bij Rick. Nou, daar kun je wel iets uithalen. En ik denk dat de mol hier... Uh, A, de mol wil hier per se uh, geld gaan ophalen. Of die moet er in ieder geval mede voor zorgen dat er tenminste 500 euro wordt verdiend. Want als de mol dat namelijk niet doet, en de kandidaten doen dat zelf ook niet, en dat kan... Dan gaat die executie niet zo door zoals die gepland is. Want de nee, productie heeft daar... Wat ik overigens heel raar vind, dat de productie daaraan gehangen heeft. dat er tenminste 500 euro verdiend moet worden. Dat vond ik heel vreemd. Maar goed, ja. prima. Ja, uiteindelijk um, zadel je dan de, de mol op juist. met. Je moet nu geld verdienen. Juist. Terwijl de enige rol van de mol is: verdien zo weinig mogelijk geld. Ja. 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 Maar als de mol ja, en... dat dus niet zou doen. Ja, dan heeft de productie een probleem. Want dan gaat er deze aflevering sowieso iemand uit. Ja, en dat pleit dus heel erg. Voor René als mol. Maar wat ik dan weer het opvallende vind. is dat zij vervolgens kiest om Splinter. en Rocky een scherm te laten zien. En dus Charlotte en Marije niet. Maar Splinter en Rocky. dat zijn de twee die René. als hoofdverdacht hebben. In ieder geval. in hoeverre we in de montage zien. Dus door hun. een scherm te laten zien. een groen scherm. Uh, geeft, ze, geeft ze eigenlijk. die twee kandidaten zekerheid van. ah, het is dus inderdaad René. Ze had dus eigenlijk beter. bijvoorbeeld een. Uh, ja, anderen de, een scherm kunnen laten zien. Dat lijkt Want nu mij geeft heel... ze eigenlijk gewoon zekerheid. Ja, ja, dat vind ik ook. Maar ik denk dus dat de productie haar verteld heeft. Uh, de afvallig is. Nou ja, dat zou dan dus of Charlotte of Marije moeten zijn. En ik denk. Ik heb zo'n voorgevoel dat dat Marije had moeten zijn dit keer. Ja, dat denk ik ook. Uh, ja. En ik weet niet waarom. Maar iets, iets in mij schreeuwt van oké, okay, waarschijnlijk had Marije nu afgevallen. Dus even ervan uitgaande... vanuit onze tunnel dat René de Mol is... en zij dus... Uh, uh, van de productie te horen heeft gekregen van... luister, zorg in ieder geval dat... of Marije of Charlotte er dus bij zit... want die hoort eigenlijk af te vallen nu... en we moeten nog een aflevering hebben... waarin iedereen doorgaat. Ja. Want als dat nu niet was gebeurd... ja, dan krijg je weer iets heel lulligs... want dan moeten ze het weer een aflevering daarna... weer, weer nog een keer... gaan proberen met een ander soort opdracht... of een ander soort executie... We hebben dat een paar jaar terug gehad. En toen, was het, uh, uh, toen bleef dat iedere aflevering maar terugkomen. Weet je wel? Dat er. Iedere aflevering kon het zo zijn dat er niemand naar huis ging. En dat gebeurde elke keer maar niet. Omdat die kandidaten maar dat niet vonden Nou, Als je het zo kreeg. bekijkt, dan zou René dus wel de mol moeten zijn. Ja, of Rocky, want die pakte ook geld. Alleen die werd daarna nog uh, 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 uitgeschakeld. Dus het, 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 het had ook uh, Rocky kunnen zijn die ook voor geld ging. Ja, ja ik denk dat René zich echt heel. heel vaak verstopt. Ja, trouwens heeft dan nog geen dinges. Dus ja, als ze zich verstopt, dan kunnen ze de code niet vinden. Maar ze hadden natuurlijk ook gewoon de schakelaars al heel snel om kunnen zetten. Ja, absoluut. Ja, absoluut. En, en kunnen we het bij deze opdracht even over één ding eens worden? En dat is dat Charlotte dus absoluut niet meer de mol is, maar echt gewoon echt niet. Want je gaat toch niet, je gaat toch niet als mol helemaal niks doen bij deze opdracht? Nee, dat zou je denken. Nee. En dat was ook bij Blacklight Ballerina. Daar was ze ook. Ze was meteen afgeschoten. Heeft ja. ze ook niks gedaan. Nee, maar bij deze opdracht. Ze was niet eens als eerste af. Maar ze. Ja, ik heb geen enkele switch kunnen vinden. Ach, hou toch gauw op? Ho mm. Hoezo heb jij geen enkele switch? Er stonden er acht over dat hele terrein verspreid. Dan kan het toch niet dat jij geen enkel van die switches vindt? Ja, zo gek. Ik ja. denk dat ze daar gewoon naar jokers of naar een vrijstelling heeft lopen zoeken. Uh, en die niet gevonden heeft natuurlijk, want die lagen er gewoon niet volgens mij. Als jij de mol bent, dan ga je toch niet niks doen bij deze optreden. Dat kan toch niet? Nee, nee, precies. Ja, wat ook nog wel gek was, volgens mij de tweede keer dat René dus geld heeft gepakt, dat is volgens mij niet in de montage gekomen. Uh, nee, René heeft één keer geld gepakt en Rocky heeft één keer geld gepakt. En samen was dat. Uh, want volgens die, mij moet er dan of 500 ergens geld. of iets meer dan 500 was. Het was meer dan 500. Ja, ze hadden samen 750 of zo. Rocky pakte 500 ja. en René pakte 250. Zoiets was het. Ja. Oh. Nou, dus dan zitten ze al over de 500 heen. Dus dan, hè, dan klopt het. Dan gaat die executie door zoals Rick zei dat die door zou gaan. Ja, en weet je wat het natuurlijk ook is? Kijk, uh, hun kregen in een oortje te horen... Jij, jouw schakelaartje is nu omgezet. Ja. Dus het kan best zijn dat, dat, dat de productie daar ook verspreid staat en de mol helpt misschien. Oh, van, absoluut. Oh, er is een schakelaartje omgezet. Maar we zeggen toch maar niet van: oh, René, er is een schakelaartje omgezet. We zetten het gauw terug. Ja, dat denk ik zou dus dat niet. Nou, ja, dat, dat zou kunnen, maar dan gaan ze echt lopen sjoemelen met een opdracht. En dat doen ze volgens mij echt niet. Um, kijk, wat er wel kan, is dat er tegen René gezegd wordt: in de oortje. Uh, even nogmaals ervan uitgaan dat zij de bol is. Uh, <laughs> dat, er, dat er in haar ooitje wordt gezegd: oké, okay, Splinter die komt nou uh, jouw kant op. Dus als je slim bent, dan ga je nu eventjes je verstoppen. Of um, uh, dat ze zeggen: oké, okay, uh, Charlotte die heeft uh, twee uh, kruisjes. Dus als je slim bent, dan doe je bij de volgende doe je Charlotte uitschakelen. Dat zou kunnen. Ja. Maar ik denk niet dat als iemand René omschakelt, dat ze dat eventjes niet zien. Want dat, stel dat die kandidaten met elkaar gaan praten. En ze komen erachter dat Splinter een keer een nee heeft omgezet. Charlotte een keer een nee heeft omgezet. En, en Marije een keer een nee heeft omgezet. Ja, dan kun je dat niet verkopen. En kunnen we tot slot nog iets met de titel misschien van die opdracht onder druk zetten? Ik kon er namelijk helemaal niks mee eigenlijk. Nee. Ja, ze, nou ja, ze worden allemaal onder druk gezet. Ja, Ja, ja nee. Ik, ik had er ook niet tijdens die opdracht dat ik, dat ik dacht van... Nou, op wie zou nee, het slaan? Nee, precies. Gaan. Maar als we even heel eerlijk zijn, de afgelopen paar jaren... Uh, ik geloof dat de afgelopen vijf seizoenen of zo hebben pas uh, opdrachttitels. Daarvoor hebben we nooit opdrachttitels gehad. Um, en die opdrachttitels die zeggen eigenlijk nooit iets over de mol. Die zeggen gewoon, dat is gewoon een grappige manier om de opdracht te noemen. Ja, ja soms wel. aan. Een aantal keer is het wel echt een hint geweest. Maar de ah, meeste okay. zijn, in, zijn het niet. Maar er zitten er wel altijd een paar bij. Nee, ja, Volgens mij was er zelfs tietels. een keer een anagram opdrachttitel. Ja, dat zou inderdaad wel kunnen. Ja. Nou, volgens mij is, is voor de, het voornamelijk is natuurlijk dat, je, dat, dat de titels, uh, dat de opdrachten titels hebben voor de vragen in de test. Ja, Zodat precies. de kandidaat ook weet, van oh, daar ging, ging het gaat over die opdracht. Ja, terwijl die opdrachttitels die veranderen nog wel eens in de montage. Heb ik begrepen. Ja, kan, ja. ja. ja en over de test gesproken, dat was dit keer natuurlijk wel echt een hele belangrijke met veel informatie. Ja, kunnen we wederom eventjes zeggen dat Charlotte toch echt niet de mol is. <laughs> Omdat zij op en Marije en René en Splinter gaat. In dit stadium van het spel is zij volgens mij de enigste die überhaupt nog op drie mensen zit. Ja, voor ja, zover dus... wij weten. Ja precies, ja, ja, precies. Nou, Splinter gaat inderdaad op Rocky en op René. Uh, die zit altijd al op René. Nou neemt die Rocky ook nog een beetje mee. Nou, dat zijn ook min of meer mijn twee mollen. Dus ja, ik snap het wel. Uh, René die gaat op Marije. Rare keuze, René, maar oké. Okay. Uh, Rocky die gaat ook op René en die zet een Joker in. Overigens, Splinter die geen van zijn twee Jokers inzetten. What the fuck? Dan ben je toch wel. Ja, dat, is, dat is lef hebben. Dat is wel heel hard lef hebben. Maar hij, hij was ook oprecht echt zo bang toen, toen zijn scherm werd, werd ingevuld. Dat gezicht, man, 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 man. Daar kun je niet. Ja, dat, ja je, je zou het kunnen spelen, maar ik denk niet dat hij dat kan spelen. Enfin, Charlotte die gaat dus op Marije, René en een beetje nog op Splinter en Marije gaat op Charlotte. Dus je kunt zeggen dat Charlotte en Marije, die zitten voornamelijk op elkaar. En dat merk je ook ja. wel in opdrachten, want ze willen elkaar uitschakelen en ze willen elkaar benadelen heel de tijd. Ja, ja en dan heb je Splinter en Rocky, die zitten op René. Ja, en René die zweeft er ergens in er eentje half tussen en die zit dan op Marije. Ja, en een beetje Charlotte, want daarom had ze Charlotte nou ook gekozen. Hè? Sowieso zijn, ja. zijn Charlotte en Marije, dat zijn echt de grootste geluksvogels van seizoen 21. Want die hebben eigenlijk effectief twee afleveringen op rij. In een heel belangrijk gedeelte van het seizoen hebben ze eigenlijk een vrijstelling gehad. Vorige aflevering hebben ze letterlijk een vrijstelling gehad. En nu hebben ze een veredelde vrijstelling gehad. Omdat René hun aanwees als zijnde, jullie hoeven je scherm niet te zien. Maar bij de executie, ja, als, als um, Splinter of Rocky de Mol zou zijn geweest. Nou, als, stel Splinter is een Mol, was, dan, was het dan logisch geweest dat Rocky daar eigenlijk gewoon uit had gevlogen? Omdat, je, omdat er natuurlijk wordt gezegd: ja, ik ga eigenlijk wel, ze, ze ging eigenlijk voornamelijk voor nee. Of is dat zo, zo, zo zwart-wit te zeggen eigenlijk? Ja, 9 van de 10 keer kun je dat heel moeilijk op die manier zeggen, omdat je gewoon niet weet. Ook al zegt een kandidaat: ik zit bijvoorbeeld volledig op Marije. Uh, om maar wat te zeggen, dan kan het zijn dat ze heel die test geen enkele vraag goed hebben ingevuld op Marije. Ja. Ook al denken ze dat ze alles hebben ingevuld op Marije. Dus het is zo lastig om daar echt iets uit, uit, uit te halen, zeg maar. Ja, en het blijft wel opvallend dat er natuurlijk nu gewoon drie keer René wordt genoemd. Kan ja, je aan de ene ja. kant denken: van dat is te veel. Maar zeker als je even de laatste twee seizoenen niet meeneemt, dan werd de mol echt gewoon veel genoemd ja Zelfs precies. Met Klaas die werd gewoon letterlijk iedere aflevering als verdachte genoemd. Ja. Dus ja, dat pleit misschien juist dan wel weer voor haar als mol. Nog wel even één dingetje over Rocky. Dat is een soort mijn ja. De ene week is ze mijn mol en de andere week is ze mijn backup mol zeg maar. Ja. Um, Rocky die zit bij elke executie en. Tigo heeft dat nou uh, gezegd in een nabespreking die ik met hem heb gedaan. Tigo Gernand. Inge Iepenburg heeft het nou ook tegen mij gezegd. Ik ben er eens op gaan letten. En ze hebben wel echt gelijk. Um, zowel Tigo als Inge zijn natuurlijk alle twee uh, act acteurs en actrices. <laughs> dat zeg ik heel erg verkeerd. <laughs> Tigo is acteur en Inge is actrice. Dankjewel. Ze acteren allebei. Ja, ze acteren alle allebei. Dankjewel, Coné. Um, en die zeggen: let nou eens op Rocky bij een executie, en bij een, een spannend moment voor. Voor, voor kandidaten en zo. Die zit daar altijd in de open houding. Dat is een beetje een toneeldingetje. In de open houding, dat betekent benen een klein beetje uit elkaar. Je zit daar redelijk relaxed. Dat is de open houding. Gesloten mm -hmm. houding is bijvoorbeeld je armen heel dicht tegen je lichaam aan. Of met je armen gekruist zitten. Over benen ja. over elkaar. Dat is een gesloten houding. Rocky zit altijd in de open houding. En ze lijkt. Dat is misschien niet zo. Maar ze lijkt altijd rust zelf. Nou, zelfs nu bij deze executie. Terwijl ze weet, alleen Splinter en ik gaan ons scherm zien. Dus ja, dikke kans dat daar wel een rood tussen zit. Ja, wij weten ook niet of we goed zitten. Dus ja, dat is nog wel even een dingetje. Want, maar die openhouding betekent dan eigenlijk van ja, voor mij kan toch niks gebeuren. Nee, ik ben de mol, dus waarom zou, ja, waarom zou ik me druk maken? Want ik ga toch wel door. En zij is natuurlijk niet een acteur, een actrice of een presentator zoals praktisch dus, alle andere mollen ja. ooit geweest zijn. Op eentje na, namelijk Rob, die zanger was. Uh, dus bij haar is eigenlijk een natuurlijke reactie. Ja. Als ze de mol is. Als ze de mol is, ja. Dus dat, dat, ja, dat is nog wel. En ja, ze kan ook gewoon heel zeker zijn van de zaak. Van dat ja, René ook. is de mol, ik zit veilig, lekker chill. Ja, dat kan ook. Ja, dat zou ook kunnen, natuurlijk. Ja. Hè? Want ik vond wel uh, Marije die reactie van toen zij te horen kreeg van René. Super kom, oprecht. Ik wil jou. Ja, echt. Want ik vond haar altijd heel overdreven reageren. En ze reageert nu ook wel overdreven, maar ik vond het wel echt overkomen. Ja, en ze had natuurlijk gewoon een kutaflevering gehad, hè? Ja. Ze, had, ze had gewoon het idee ook zelf, dat ze gewoon constant door iedereen genaaid werd, dat ze buiten de groep ja. viel, dat, ze de, hè, dat niemand er mocht. En uh, ja, dan doet René dit. Ja, en dan schrikt ze gewoon. Je ziet gewoon dat ze schrikt van, hè? Voor mij? Doe je dit nou voor mij? Oh, doe je dit voor mij? Ja. Ja. Ja, maar over haar houding gesproken, bij die eerste opdracht, nee, tweede opdracht, ontsnappen. Mm -hmm. Dat Marije vervolgens zegt van, oh, ik dacht dat alleen mensen die geld hadden naar buiten hoefden. Dat ze vervolgens over haar neus krab, een één van de tekens dat je aan het liegen bent. Dat vond ik ook wel een sterke. Oh, ja. Ja. Ja, dus het is, uh, nou ja, daar komen, we, daar komen we toevallig nu bij. Uh, schot toevallig voor... schot voor de boeg. Ja, voor mij is het... Um... Is het René met een, ja, met een sprankeltje Rocky op dit moment erbij? Ja, voor mij is het nog steeds René. Oké. Okay. Uh, ja, en, en ik kan het niet uitleggen. Het, het, het zijn gewoon telkens toch weer dingetjes die zeggen: ja, ja, volgens mij ben jij het wel. Sim. Hm, dan moet ik zeker gaan <laughs> Ja, ik moet zeggen, door deze aflevering is René echt enorm gestegen op mijn lijst. Gewoon van amper verdacht naar ineens heel veel verdacht. Gewoon door die echt die dingen die ze nu heeft gedaan, waardoor je de groep echt aan het misleiden bent. Dus dan moet ik René toch wel noemen als hoofdverdachte. Maar ik kan toch Splinter ook nog niet helemaal loslaten. Oké. Wie is de mol? Absoluut niet. Charlotte. Ja, Charlotte. Ja, ik blijf bij het wat ik vorige week zei. Charlotte, Rocky en Marije. Zo, je pakt er meteen drie van de vijf. Ik pak weer meteen drie. Hoppatee. En waarom Rocky en Marije? Uh, Marije, om, ja, wat, ik al, wat ik net ook zei... die, die was echt gepikeerd met die, met die opdracht met dat ontsnappen. En ze was echt gewoon blij van, oh, dat, dat ze dat scherm niet hoefde te zien. Ik denk, nee, dat is toch niet meer de mol. En Rocky, die vind ik toch nog steeds heel kandidaterig. Ook al heeft zij toen wel die 5000 uit de pot gehaald. En ook al was ze wel weer mollerig in die opdracht met ontsnappen. Volgende week... Als er dan echt weer een, een, een dingetje is dat ik denk van... Ja, nou, nou doet Rocky wel echt iets heel aparts, bollerigs. Misschien dat ik er dan toch weer afstreep van het, van het... Het is een kandidaat. Maar voorlopig zie ik hem nog steeds als kandidaat. Ja, ik blijf wel zitten met dat 5000 euro uit de pot natuurlijk. Want er waren drie die yeah. dat deden. Wat natuurlijk heel gek is dat het er drie zijn. En als je nu kan concluderen van... Nou, Charlotte is het dus niet. En Marije, grote kans dat die het ook niet is. Dan blijft er nog maar één over. En dat is, en Rocky. Dat is Rocky. Ja. Dus ja. dat, dat vind ik ook nog steeds wel iets waarvan ik denk: hmm. Gaan we even heel kort kijken naar wat uh, Nederland denkt, of in ieder geval de app-spelers van, uh, van Wie is de Mol? Charlotte wordt op dit moment het meeste verdacht met 31%, wat toch wel fors is. Daaronder ja. staat René met 21%, dus dat is uh, uh, een heel groot verschil eigenlijk al. Marije daaronder met 19%, Splinter daaronder met 15% en Rocky daaronder met 14%. Dus Rocky wordt door Nederland zogezegd het minste verdacht. En dat vind ik verdacht. Ja, daar is ook altijd een dingetje inderdaad. Ja. Jan is bijvoorbeeld ook heel lang onderaan blijven. Ja, man, hè? precies. In die verdenkingen. Ik ben wel echt. Uh, uh, als Rocky het zou zijn, dan zou ik dat echt te gek vinden. Maar dan ben ik ontzettend benieuwd naar de molacties. acties Want het lijkt op beeld alsof zij knijt te veel geld binnenhaalt. Altijd. Ja. Ik, wou het even, ik, zou dan, ik zou het echt gek vinden. Ja. In plaats van te gek. Ja. Ja, nee, ik snap wel wat je bedoelt. Zeker ook met die, voor die jokers gaan, waardoor er gewoon 2000 euro in de pot komt. Dat, ja, dat moet je dan wel echt goed praten als mol, waarom je dat dan gedaan hebt. Ja, dan kunnen we het programma nooit meer op dezelfde manier bekijken. En nee. dan kunnen we er eigenlijk nooit meer achter komen wie de mol is, als, als zij blijkt te zijn. En ook qua hints, ik heb nog niet echt hele sterke hints naar Rocky gehoord. Ja, je hebt dat met veel bergen Rocky, maar dat vind ik nou niet echt dat ik denk: goh. <laughs> Daar ga ik mijn verdenkingen nee. op baseren of zo. Nee. nee. Nou ja, hè? in het seizoen van Margriet zagen we constant bloemen in beeld. In het ja. seizoen van Suzanne Visser ja. zagen we constant vissers in beeld. In het seizoen van Klaas zagen we constant kruisen in beeld. Ja, het, het, zou, zou, het zou zomaar kunnen dat ze nu zeggen: ja, er waren altijd Rockies te zien in beeld. <laughs> ja. Ja. ja, of Rocky muziek. Muziek uit de film Rocky. Ja, die heb ik ook nog niet gehoord. Nee, hè? Bam, 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 bam. ja. ja. Ja daarmee zijn we uh, aan het einde, aan het einde. Wat, een, wat een goed einde ook Heerlijk Gewoon stoppen dit is het hoogtepunt van deze aflevering Klaar doei bedankt voor het kijken uh, Luisteren doei Sam die muziekje daar doet ja. doe, doe hem als outro muziekje Deal maar dan niet de originele, hè? want dan is er copyright. Dus wel gewoon, uh, gewoon zelf doen. Speel doe maar. zelf maar wat in. Ja, doe maar. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Tunnelvisie <laughs> de Podcast. Sim, uh, mag ik jou ontzettend bedanken. Cornee, mag ik jou ontzettend bedanken. En dan zou ik uh, heel graag zeggen: tot de volgende <laughs> ja. week. Doe doe doei doei. Doei doei.